2018 was weer een jaar waarin veel gesproken en gediscussieerd werd. Bij het Debatinstituut keken we aan het eind van het jaar terug naar die 4 speeches die op ons het afgelopen jaar het meeste indruk maakten. Speeches die je bijblijven of speeches die technisch prachtig in elkaar zaten. En die willen we graag in deze video met je delen. Overigens hebben we voor de echte liefhebbers ook nog 4 aparte video's gemaakt waarin je de volledige speech kan terugzien met een korte analyse van ons. Laten we beginnen met de top 4. Op 10 januari van dit jaar ontving Oprah Winfrey bij de Golden Globes een Lifetime Achievement Award. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. En in een stilistisch perfecte speech, vol anekdotes, verwijzingen naar zichzelf en een oproep richting de MeToo-beweging wist ze de zaal in vervoering te brengen. Sterker nog, wekenlang ging het gesprek over de vraag of zij niet een ideale presidentskandidaat zou zijn voor de komende presidentsverkiezingen. Een topspeech. Fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Op 14 februari van dit jaar schoot op de Douglas High School in Florida een student op klaarlichte dag 17 van zijn medestudenten en docenten dood. In een protestbijeenkomst die de dagen daarna werd georganiseerd hield een van de leerlingen, Emma González, een indrukwekkende speech. Every single person up here today, all these people should be at home grieving. But instead we are up here, standing together because if all our government and president can do is send thoughts and prayers, then it's time for victims to be the change that we need to see. Indrukwekkend omdat hij perfect de woede wist te verwoorden en de onmacht van de mensen die daar aanwezig waren en iedereen die keek. En ze wist dat te combineren met een daadkrachtige oproep richting president Trump. Een indrukwekkende speech. To my face that it was a terrible tragedy and how it should never have happened and maintain telling us how nothing is going to be done about it, I'm going to happily ask him how much money he received from the National Rifle Association. Op 19 mei van dit jaar vond het sprookjeshuwelijk plaats tussen Prins Harry en Meghan Markle. Miljoenen mensen wereldwijd waren getuigen van een prachtige speech van de bisschop Michael Curry. In love. Not just in its romantic forms, but any form, any shape of love. There's a certain sense in which when you are loved and you know it, when someone cares for you and you know it, when you love and you show it, it actually feels right. Hij wist op de dag waar de liefde en het sprookje centraal stond dit fantastisch te verwoorden in een kort verhaal over de liefde. Een mooie speech. Onze vierde en laatste speech is van Partij van de Arbeid-leider Lodewijk Asscher tijdens de algemene politieke beschouwingen op 19 september van dit jaar. Des te meer dat ik ze soms ook wel zou willen wakker schudden. Uit de zelfgenoegzame waarom is er niet wat meer oranje gevoel bubbel? We zagen er net een klein staaltje van. Wat deze speech zo bijzonder maakt is dat Lodewijk Asscher volledig uit het hoofd sprak. Wat uniek is tijdens algemene beschouwingen. En hij wist in zijn verhaal als vertrekpunt de Jom Kippur-oorlog te nemen en als oppositieleider juist te spreken voor verzoening. En dat deed hij op een indrukwekkende, soepele manier. Kortom, ook dat was een bijzondere speech. Voorzitter, het is vandaag Grote Verzoendag, Jom Kippur. De dag dat Joden in Nederland op andere plek vasten en zich verheugen op het vergeven van hun zonden. Het is de heiligste dag voor gelovige Joden. En ik vind het eigenlijk wel toepasselijk, want wij hebben natuurlijk hier onze hoogtijdag, de heiligste dag van het politieke jaar. En zo ging ik hier vanochtend ook naartoe. Dit waren wat ons betreft 4 hele bijzondere speeches van het jaar 2018. Je kunt ook stemmen op welke van deze vier speeches jij nou vindt dat dat de beste speech was. En dan maken we de uitslag in januari bekend. En je kan zelfs ook speeches toevoegen als jij zegt dat wij een belangrijke speech gemist hebben. Al 20 jaar vragen we met het Debatinstituut aandacht voor het belang van het gesproken woord. En ook in 2018 waren onze trainers vrijwel dagelijks actief om professionals te helpen nog beter te spreken en ervoor te zorgen dat hun unieke ideeën goed voor het voetlicht komen. En onze dagvoorzitters en moderatoren stonden bijna dagelijks op podia bij congressen en symposia, met als voornaamste doel ervoor te zorgen dat de mensen in de zaal goed met elkaar in gesprek gaan. En we organiseerden weer een aantal eigen debatbijeenkomsten in 2018, waaronder het Nationaal Gemeenteraadsdebat. En tot slot de parel op de kroon van het Debatinstituut, onze stichting. Ook dit jaar waren weer duizenden leerlingen op honderden scholen binnen alle lagen van het onderwijs actief om hun spreekvaardigheid en hun debatvaardigheid verder te ontwikkelen. En nu staat de kerstvakantie voor de deur. Het moment om met familie en vrienden een goed gesprek te voeren aan tafel. Ik zou in ieder geval heel erg willen bedanken voor wederom een bijzondere samenwerking het afgelopen jaar. En ik hoop dat je een mooie kerstvakantie hebt. En dan gaan we gezamenlijk op naar 2019. Een jaar waarin wederom vast hele felle gesprekken en discussies gevoerd zullen worden. En daarbij spreek ik graag de hoop uit dat we in het nieuwe jaar vooral geïnteresseerd zullen blijven in de mening van andere mensen. En dan in het bijzonder die mensen waar we het meest mee oneens zijn. Want uiteindelijk is dat de essentie van een goed gesprek. Fijne feestdagen. Nou, ben je nou helemaal enthousiast, dan kun je je hierboven abonneren op ons YouTube kanaal en ontvang je in 2019 regelmatig video's met analyses van speeches en overtuigtips.